Wegomlegging en wegafsluiting in verband met activiteiten installatie Korpschef. Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat in verband met de vooroefening rondom de installatie van de Korpschef het verkeer op de Gladiolenstraat en omgeving op dinsdag 6 en op donderdag 8 augustus van 7 uur 's morgens tot en met 12 uur 's middags zal worden omgelegd. Op dinsdag 13 en donderdag 15 augustus zullen de Tempati, de Koesewijnen, de Marewijnen, de Tibiti en de Kommewijnenstraat ook van 7 uur 's morgens tot en met 12 uur 's middags niet toegankelijk zijn voor het verkeer. De generale vooroefening vindt plaats op vrijdag 16 augustus 2019. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. Boodschap.today.